Bekende buren heeft recentelijk een diepgaande analyse uitgevoerd op de financiële gegevens van niemand minder dan Mart Smeets, het icoon van studiosport. Te midden van opkomende verhalen over grensoverschrijdend gedrag, werpt deze financiële duik in de wereld van Mart Smeets een verrassend licht op zijn welstand. Mart Smeets, bekend om zijn meesterlijke interviews en legendarische verslaggeving tijdens de Tour de France, staat bekend als een man met een zekere mate van arrogantie en moeilijk benaderbare houding. Een kenmerk dat overigens gedeeld wordt door vele uitzonderlijke vakmensen. Ondanks zijn gepensioneerde status en de weelde die hij vergaarde, lijkt hij zich weinig aan te trekken van de opkomende verhalen over zijn gedrag. Het is echter zijn voormalige collega Tom Egbers die mogelijk meer last heeft van deze onthullingen. Bekende buren heeft namelijk de boeken van Mart Smeets doorgespit en stuiten op een verrassende uitkomst. Mart is de trotse eigenaar van Mits Communicatie bijvoorbeeld, Waarvan de laatst gedeponeerde jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel uit 2021 aangeven dat het eigen vermogen maar liefst 1,9 miljoen euro bedraagt. Een indrukwekkende financiële positie, maar er is meer. Jaren terug verwierf Martin Pant in Haarlem voor zo'n bescheiden bedrag van 295.000 euro. Echter, de huidige taxatie van zijn huis onthult een indrukwekkende waarde van 2,4 miljoen euro. Dit betekent dat het pand van Mart een aanzienlijke overwaarde van minstens 2,1 miljoen euro verbergt. Alles bij elkaar opgeteld vertegenwoordigt Mart Smeets dus een vermogen van ongeveer 4 miljoen euro. Een aanzienlijke som geld die zijn financiële succes in de schijnwerpers plaatst. Het wordt nog interessanter wanneer we ontdekken dat de huidige studio-sportpresentator, Sjoerd van Ramshorst ook in Haarlem woont, zij het in een evenstatige woning. Toeval of niet? De connectie tussen het heden en verleden van Studio Sport lijkt dieper te gaan dan alleen professioneel.